van 15 december tot 16 maart zijn jullie helemaal dicht geweest. Na die tijd waren er weer zwemlessen. Nu, vandaag 19 mei, voor het eerst weer baantjes zwemmen om 7 uur. Ja, hoe groot was de animo? Groot. Lijkt het niet. Een paar zwemmers in heb zitten, maar veel mensen vroegen al weken van wanneer mogen we weer. Dus mensen willen graag. Dus de behoefte was er wel degelijk? Jazeker. Ja. Jazeker, maar ook voor de groepslessen. En helaas mogen die nog niet beginnen. Wanneer zouden die mogelijkerwijze aan de orde kunnen zijn? Ja, de volgende stap die wordt gezet op 9 juni. En we hopen dat we dan de groepslessen ook weer mogen opstarten. Ja, vanmorgen dus weer blije gezichten en vooral de harde oude kern. Ja, die waren er weer. Ja. Gelukkig. Ja. Voor corona was er sprake van, laten we zeggen, minder gemeentelijke bijdrage aan het zwembad. Dat is door corona is die discussie helemaal verdwenen. Maar bestaat die eigenlijk nog? Die bestaat nog steeds. Als het goed is, wordt dat in de komende kadernota wordt er weer besproken. En dat betekent in de komende maand mogelijkerwijs meer duidelijkheid erover? Dat hopen we. Ja. Ja. Maar vooralsnog, het publiek is er weer. En u hoopt erop dat op 9 juli... 9 juni, ja. Ja, dat dan iedereen, of tenminste dat er weer meer mogelijk is. En dat zal allemaal wel in stappen gaan, zoals ik dat begrepen heb uit het stappenplan van de overheid. Dus dan misschien dat we dan eind... Misschien in september weer mogen douchen en alles weer redelijk tot normaal is. Hoe vaak zwom u per week voor corona? Oké, 3 à 4 keer in een week eigenlijk. 3 keer 's morgens en de donderdagavond deden we altijd de bootcamp. Dat is zo'n doelgroep wat ze hier doen. Ja. Ja, dat is altijd leuk met een man of 15. Maar ook om de conditie op peil te houden? Ja, uiteraard. En het gewicht een beetje beheersbaar? Ja. Ja. Het hele pakket, dat is juist... In de tussenliggende tijd, toen het zwembad dicht was, wat deed u toen? Nou, in het begin ben ik heel veel gaan wandelen. Dat was ook was heel lekker. En toen kreeg ik last van mijn voet, van hielspoor. Ja, dan ga je hem te veel belasten. Dan mag je eigenlijk niks meer doen. Nu hoor je dat veel, hè? Mensen die dus regelmatig zwemmen en geen lichamelijk problemen hebben. Ze stoppen met zwemmen en er komen vanzelf problemen. Eigenlijk is volksgezondheid ook verbonden met zwemmen. Ja, die mening die deel ik ook ten zeerste. Het is heerlijk om te zwemmen, inderdaad. Vooral 's morgens. Heel blij dat er hier weer gezwommen kan worden. Maar in de tussenliggende tijd, tussen oktober en nu? Ik heb een beetje vastgespeeld, inderdaad. Ja. Ja, toen ik hoorde dat Eibergen open was, ben ik 2 keer in de week naar het buitenbad in Eibergen geweest. Het water is verwarmd, maar het was natuurlijk af en toe stervens koud. Het was af en toe. Ik heb in de sneeuw gezwommen, ik heb met -1 gezwommen, ik heb in de regen gezwommen. Dus dat was best wel eventjes een overgang met het heerlijk warme bad hier. En wat is nou de reden om dat vol te blijven houden, anders dan conditie? Is het ook nog... Dan ook recreatie? Het is zeker ook recreatie. En ik ben er ook achter gekomen dat ook in Eibergen hebben ze een harde kern. En daar behoorde ik toen ook een beetje toe. Dus het was echt weer even wennen hier. Maar blij dat er nu weer in Winswijk Zeker blij dat er nu weer in Winswijk gezwommen kan worden. Want dan kan ik net even een keertje vaker zwemmen. Hoe vaak in de week zwom u voor corona? Iedere 8 en 7 uur, behalve zondagmorgen. En nou kon het tussen afgelopen oktober en vandaag niet meer... Wat heeft u in de tussentijd gedaan om een beetje de conditie op peil te houden? Wandelen en veel fietsen. We fietsen zo'n 8.500, 9.000 per jaar. Ja. Natuurlijk wat met ondersteuning. Ja. Ja, we zijn elkaar wel eens in het buitengebied tegengekomen. Ja, ja. Het ging wel iets harder met die ondersteuning, toch? Ja, elektrisch, hè? Ja, precies. Maar wat is het belang van het zwemmen iedere dag? Het belang is dat voor mij gezondheid. Ik heb last van artrose. Ja. En mijn spieren en rug natuurlijk uiteraard. En ook een beetje voor ontspanning, sociale contacten, dat soort dingen allemaal. Ja. En als er nou al de openingstijden verruimd worden, dan meestal zwem ik van 7 tot 8:30. En de laatste 3 kwartier is een beetje met elkaar... communiceren, om zo te zeggen. Ja, echt recreatief zeg maar. En voor die tijd echt baantjes. Ja, even actief tegenaan en daarna zit in, laten we zeggen, in het andere bad. En ik ben blij dat het weer kan.